Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. Ook deze keer heb ik weer een bijzondere Bijbelstudie, die al een hele poos op mijn hart ligt. We leven immers in een tijd van veel misleiding, waar de Heer Jezus ons voor heeft gewaarschuwd. En ook de apostel Paulus, en hij heeft het geschreven aan Timotheus. We kunnen er niet genoeg aandacht aan besteden dat wij christenen ernstig verleid worden en zijn. 2000 jaar lang worden wij al door kerken misleid. Daar is de Roomse kerk mee begonnen en bij de reformatie is het niet anders gegaan. En nu vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus weten velen niet dat ze misleid zijn. En daarom wil ik daar een ernstige waarschuwing voor geven. En dat heb ik gedaan aan de hand van een opmerking van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt in Matthäus 16 vers 13. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? De Heer Jezus wilde weten wat ze van hem dachten. In Johannes 12, vers 34 staat, de scharen dan antwoordden hem, we hebben uit de wet gehoord dat Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt gij dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Dus ook toen vroegen ze, wie is toch die Zoon des Mensen? Wie is toch die Messias? Het eigenaardige is dat op deze vraag van de Heer Jezus geen goed antwoord is gekomen. Ja, Peter zegt, gij zijt de Christus. Maar nou weten nog velen niet wat dat betekent. Nee, en helaas is er ook niet één theoloog of predikant daarin geslaagd om het goede antwoord te geven. Dat zeg ik met mijn 35 jaar ervaring in dat evangelie waar ik de Here mee dien. Er wordt ook geen acht geslagen op waarschuwingen van de Heer Jezus in Matthäus 24, viermaal. En Jezus antwoordde, zei, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ik ben de Christus, zullen ze zeggen. En ze zullen velen verleiden. Dus er zullen mensen komen zeggen, ik ben de gezalfde, want dat is wat het betekent. De Heer Jezus, de Zoon van God, de Zoon des Mensen, is ook de Messias van Israël, die door de profeten wordt verkondigd dat hij komen zal om zijn volk Israël te verlossen. Nou, alles wordt verkondigd, maar niet de verlossing van Israël. Ja, de verlossing van mensen, rood, wit, bruin, welke soort dan ook maar ook. Maar dat is niet wat Jezus is komen doen. Jezus is gekomen naar een opdracht die God de Vader door zijn profeet aan zijn volk heeft laten doorgeven. In die opmerking, ik ben de Messias en ze zullen velen verleiden, ligt al even ook het antwoord verborgen. Ik heb al gezegd, Jezus van Nazareth is niet alleen de Zoon van God, wat natuurlijk erg belangrijk is, maar hij is ook door de profeten aangekondigd als de gezalfde. Daar heb ik al 3 keer zijn ambt genoemd. Gezalfde, Messias en Christus. In het Nederlands, Hebreeuws en in het Grieks. Maar weinig mensen kennen de inhoud van deze naam. Wat een ambt is. Jezus heet niet Jezus en zijn achternaam is Messias, zoals velen denken. Nee, hij is de gezalfde die komen zou. Na de dood van de apostelen
en de leerlingen van Jezus werd de Ecclesia, dat is de gemeente, de uitgeroepenen uit. Velen weten niet dat de gemeente uitgeroepen is ook uit Israël. Dus niet uit een bonte kerk van allerlei groepen, naties en volkeren, zoals ze ons nou leren. Maar uitgezochte mensen uit Israël. Mensen die wederom geboren zijn, gedoopt door onderdompeling, vervuld met de Heilige Geest, die hun Israël-identiteit kennen. Zij behoren tot die Ecclesia, het regeringslichaam van de koning van Israël. Omdat dat een hele belangrijke boodschap is in de Bijbel, werd deze natuurlijk geweldig aangevallen. Eerst door de Joden, later als zij die apostel op weg gaan naar die verloren schaap van het huis van Israël, vinden zij veel tegenstand op hun weg. En zelfs de apostel Paulus heeft veel te verduren gehad van die valse Joden. Dus na de dood van die mensen is er in die Ecclesia, in die gemeente van de Heer Jezus, zijn er wilde wolven binnengeslopen. Met het doel om het lichaam van Christus te verscheuren. Wat is dan de reden voor deze waarschuwing? Men wilde in die dagen niet aannemen dat Jezus de lang verwachte Messias was. En dat wilden de Joden niet erkennen. Ze waren altijd bezig om Jezus in een kwaad daglicht te stellen. Ja, om hem zelfs te willen doden. Wat uiteindelijk is gebeurd door de handen van de Romeinen. De Messias die verwacht werd, is de redder van het volk Israël. En dat wilden de Joden en de huidige kerk vandaag maar niet aanvaarden. De latere paulijke macht die kwam en ruim 1260 jaar met een ijzeren vuist heeft geregeerd over Europa, heeft minstens 50 miljoen, let op, christenen laten vermoorden. En of dit nog niet genoeg was, ging men de leer van die gezalfde koning van Israël en van zijn apostelen verdraaien. Men verzweeg dat Jezus de Messias is. Want hierin ligt het knelpunt. Jezus als volk werd buitenspel gezet door de Rooms-Katholieke Kerk, maar helaas ook door de zogenaamde reformatie. Zij eisten gezamenlijk al de beloften van Israël op voor zichzelf. En dit is al 2000 jaar zo. De vraag kwam bij me op, heeft niemand dit eerder in de gaten gehad? Ja hoor, de apostel Paulus was de man die hier een belangrijk punt van heeft gemaakt. En daar wil ik wat uitgebreider op ingaan. Galaten 1 vers 6 tot 12. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus de Messias en God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden, en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus de Messias, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God aan Vader, de Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Geweldige woorden van de apostel Paulus om te spreken over de zonden die wij als volk tegenover God hebben gepleegd, om daarvan verlost te worden. En dan begint zijn waarschuwing, let goed op. Het verbaast mij dat gij zo schielijk, dus plotseling, van diegene die u door de genade van de Messias geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van de Messias willen verdraaien. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij al vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, dus hij heeft ze al een keer gewaarschuwd.
Indien iemand u een evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tracht ik thans mensen te winnen of God? Hele belangrijke vraag. Of zoek ik mensen te behagen? Nou, aan de huidige kerken te zien wel. Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van de Messias zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welke door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Gelukkig. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Dus niet van een theologische overschool, niet van de universiteit of van professoren of wat dan ook. Maar door de openbaring van Jezus de Messias. Daar ben ik het mee eens. Van harte ben ik het daar mee eens. We hoeven niet naar een universiteit of hogeschool of bijbelschool. We hebben alleen Jezus de Messias nodig en zijn Heilige Geest. En een door God aangestelde leraar in de gemeente volgens Paulus' opdracht in Efeze 4 vers 11. Jezus stelt aan apostelen, profeten, evangelisten enzovoort enzovoort. Dus niet een kerk, nog universiteit. Maar het is een gave van de Heere Jezus zelf. Dus niemand kan zichzelf roepen en zichzelf tot een evangelist maken. Daarom zijn er zoveel valse leraren die zichzelf hebben benoemd. En of dat nog niet genoeg is, zegt hij tegen de Korinthe het volgende. 2 Korinthe 11 vers 4. Want indien de eerste de beste, dat kan dus iedereen zijn, een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ik heb een hele tijd over nagedacht over deze tekst. Ik denk, hoe kan dat toch? Een andere Jezus predikt. En dan een andere geest ontvangen. Toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn dat ik een verkeerde Jezus in mijn leven heb toegelaten toen ik tot geloof kwam en een samenkomst van het leger des heils. En een andere geest heb ontvangen. Nou loop ik een andere Jezus achterna. Hoe komt dat? En toen ben ik gaan zoeken. Want ik wilde niet een andere evangelie, maar ik wilde het evangelie horen. En toen ik met deze studie bezig was, ben ik ook verschrikkelijk geschrokken van wat ik ontdekte. Want het gevolg van deze misleiding is dat er nu een verdraaid evangelie in de wereld rondgaat. En daarbij ook een andere Jezus wordt verkondigd, met andere woorden, niet de gezalde koning van Israël. Als ik bij het leger des heils blijf, werd er een Jezus verkondigd die voor onze zonde gestorven was. Dat is waar. Maar je hoefde je niet te laten dopen door onderdompeling. Je hoefde geen avondmaal te doen en nog veel meer. Je hoeft ook niet gedoopt te worden met de Heilige Geest. Hoe kan je dan groeien in het geloof zonder opgestaan uit het graf met Jezus? Want dat betekent de doop, je gaat onder water. Je wordt met hem begraven, maar je staat met hem op. En dan krijg je de gave van de Heilige Geest. Hoe kan je mensen dat nou niet aandoen door te zeggen, dat hoeft niet. Daarvoor heb ik het leger ook verlaten. Dat ik kwam er al achter van een half evangelie, maar ik wist niet precies van de hoed en de rand. Nou weet ik het wel, dus vandaar dat ik het kan vertellen. Dus ook daar werd Jezus niet voorgesteld als de gezalde koning van Israël. Want hij heeft maar één volk en dat is Israël. Daar is die koning over. Daarvoor komt hij terug. Hij komt niet terug voor andere volkeren. Want kerken en groepen en zendelingen zijn altijd maar bezig om andere volkeren te bekeren. Maar ze gaan nooit naar die verloren schapen van het huis van Israël. Dat is de misleiding. De misleiding is nu compleet. En kreeg een rijke voedingsbodem in onze vaderlandse kerken. Dit verdraaide evangelie wordt ook in de gehele wereld gepreekt met schijnbaar succes. Want de megakerken komen als paddenstoelen uit de grond. Hoe groter, hoe beter. Ook in ons kleine landje zijn de kerkengroepen niet meer te tellen. En allemaal zeggen zij de waarheid te kennen.
Ik zat van de week te kijken naar Maasbach, die een andere evangelist aan het interviewen was. Dat is altijd prachtig. Dus als een mens ernstig gezondigd heeft, dan word je bij Maasbach voor de camera gezet. En dan kan je vertellen hoe God je leven heeft veranderd. En hoe je nou als evangelist probeert dat evangelie van Jezus te verkondigen. Ik heb die evangelist op YouTube opgezocht en gekeken naar een preek van hem. En toen dacht ik, mensen, kinderen, ook alweer zo'n evangelist die de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel ligt, omdat hij een andere Jezus volgt. Ja, ik zeg dat keihard, omdat dat zo is. Ik zal het u aan de hand van de schrift aantonen. Want door de gevestigde kerken en groepen wordt gesuggereerd dat die Messias een totale nieuwe godsdienst heeft gezocht. Gesticht. Maak ik haast weer zelf een fout. Hij heeft niet een nieuw volk gezocht en gesticht. Zeker geen kerk. En op grond daarvan is een filosofie ontstaan rond de figuur van Jezus, de Messias tussen aanhalers, welke losgemaakt is van zijn oorspronkelijke taak als de Messias van Israël en nu als een algemene Jezus wordt voorgesteld. Een Jezus die wij allemaal kennen. In de hele wereld wordt hij rond gepreekt. Rond deze algemene Jezus is in de loop van 2000 jaar een geweldige cultus ontstaan. Kijk maar naar de Roomse kerk met hun afgodendiensten. Maar ja, die protestanten van tegenwoordig kunnen er ook wat van. Men moet wel van goede huizen komen om de misleiding van deze godsdienst, het zogenaamde christendom, te onderkennen. Christendom, het woord zegt het al, gezalfde en dom. Dat hebben ze bij elkaar gevoegd en dat is nou christendom. Ik weet niet wat het is, ik kom het in de Bijbel niet tegen en toch heeft men daar de mond van vol. Want we hebben ook zelfs christelijke vakbonden. Ik weet niet hoe je gezalfd een vakbond kan stichten of een christelijke voetbalclub. Hoe kan je een christelijke bal schoppen? Ik weet het dus niet, maar het schijnt toch te kunnen. Koningen, keizers en kerken hebben zich een eigen koninkrijk geformeerd op grond van een vals christendom waar geen plaats is voor de werkelijke Messias, de koning van Israël. Alleen Paulus kent het geheim van de gezalfde koning van Israël. Je hebt allerlei soorten kerken, van licht tot zwaar, van vrijzinnig tot atheïstisch toe tegenwoordig. En daarom wil ik nog eens een keer met u kijken naar Galaten 1 vers 6 tot 12. Dat heeft me zo gefascineerd en zo verbaasd toen ik het las. En ik heb er lang over gedaan voordat ik zelf begreep wat Paulus eigenlijk bedoelde. Het verbaast mij dat u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Onderstrepen. En dat is geen evangelie. Onderstrepen. Er zijn sommigen die u in verwarring brengen. Onderstrepen. En het evangelie van Christus willen verdraaien. Onderstrepen. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 1 keer. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 2 maal. Tracht ik thans mensen te winnen of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn, want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welke door mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus de Messias. Mensen te behagen. Ik kijk wel eens op websites van die evangelisten. En er valt het tegenwoordig op dat het zo'n ontzettend leuk handeltje is, dat evangelie. Ze gaan gewoon de wereld na. Ze hebben alles te koop aangeboden. CD's, DVD's, boeken. En dan krijg u ook, dan moet je shoppen, want ze kennen daar geen Nederlands woord voor vinden. Je moet shoppen en dan moet je het in een wagentje doen. En dan kan je bij de kassa afrekenen. De prijzen die ze daarvoor vragen, vind ik schrikbarend hoog. En wat me altijd opvalt is,
dat ze altijd bedelen om geld. Of dat God niet bij machten is om zijn dienstknechten te voeden, te kleden en ook voor geld te voorzien. Ik ben al 35 jaar evangelist en ik heb nog nooit om geld gebedeld. En ik zal het ook nooit doen ook. Ik ben nooit iets tekort gekomen. Ik heb altijd dat evangelie van het koninkrijk kunnen preken. Op de manier zoals God dat wilde. En ik ben nooit iets tekort gekomen. Maar ja, ik zoek ook geen roem van mensen. Of ik wil niet mega groot worden. Eén doel, het juiste evangelie verkondigen. Dat is wat Paulus ons wil leren vanuit de Galaten. Maar ik ga het een beetje voor u uitpluizen. Let goed op. In vers 2 zegt Paulus dat het evangelie aan de Galaten verkondigd is. En in vers 7 noemt hij het evangelie van de Messias. Dat is de gezalfde koning van Israël. Die kwam om zijn volk te verlossen. Wie weet dat nog? En in vers 12 zegt hij dat hij dit evangelie van de Jezus zelf heeft ontvangen. En in zijn verkondiging probeert hij geen mensen te behagen. Daartegen waarschuwt hij. Dus je hoeft niet je samenkomsten op te leuken met mooie muziek en allerlei andere dingen om mensen te trekken. Want God zal mensen brengen aan de voet van Jezus en u mag alleen maar de spreekbuis zijn van God. Een evangelist hoort het van zijn vader, brengt het in zijn eigen woorden door, meer hoeft hij niet te doen. Je hoeft geen tierenlantijntjes aan het evangelie te hangen om mensen te winnen. Want die mensen vallen allemaal weer af, is mijn ervaring. Ik heb er vele zien komen, ik heb er vele weg zien gaan. Er zijn weinigen overgebleven die het echte evangelie van Jezus in hun hart wilden ontvangen en bewaren. Maar we gaan verder. Ik heb het in een paar puntjes gezet, in drie puntjes. Puntje 1. Er zijn mensen die het evangelie van die Messias verdraaien en dus geen evangelie verkondigen. Want let op, in vers 6 en 7 zegt Paulus dat een ander evangelie gelijk is aan geen evangelie. Daar ben ik heel erg van geschrokken. Ik denk, een Maasbach kan toch geen vals evangelie verkondigen? Ja hoor. En een Osborne en al die andere lui. En je eigen kerk en je eigen predikant. Ja hoor, zij kunnen allemaal een ander evangelie verkondigen. Tenminste, als ze niet die Messias verkondigen. Verkondigen ze wel de Messias, uitsluiten de Messias van Israël, dan heb je een evangelie te pakken. Maar zo verdraaid evangelie dient ertoe om mensen te behagen. En dat gaat hand in hand met het zoeken naar de gunst van mensen. Met de gunst van mensen. In Drachten heb je zo'n grote gemeente. Daar wordt eerst gesproken over hoeveel geld je daar naartoe kan brengen. Ze verzoeken je ook zelfs om machtigingen te geven. Dat is makkelijker van je rekening af te schrijven. Ja, zo'n evangelie moet, gemeente moet toch draaien. Er moet toch geld komen. Er zijn heel wat verhalen in de omloop hoe evangelisten aan geld proberen te komen. Nee, ik zoek geen gunst van mensen. Want Paulus zegt in 2 Timotheus 4 vers 3, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer, de gezonde leer is Mozes, profeten en psalmen, niet meer verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Wat lopen mensen toch makkelijk van de ene prediker naar de ander. Het is me wel eens opgevallen, als je zo eens hier en daar naartoe gaat, dat je overal dezelfde mensen ziet zitten, dan bij die en dan bij die en dan bij die. Ze kunnen het ook nergens uithouden, maar dat komt ook, er wordt geen goed evangelie verkondigd. Nou, Paulus spreekt in puntje 3 een vervloeking uit over diegenen die zich schuldig maken aan de verkondiging van een verdraaid evangelie. Hij doet het zelfs tweemaal. Indien iemand u een evangelie predikt afwijkt van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Nou, daar ben ik heel erg van geschrokken. Dus ik heb zelf onderzoek gedaan bij mezelf. Of ik mij niet schuldig maak aan het verkondigen van een vervloekt evangelie. Gelukkig niet, want ik ken de Messias van Israël persoonlijk. En ik predik wat Mozes en de profeten zeggen.
Daar ben ik blij om, dankbaar. Dat is geen verdienst, maar dat is genade. En daarom breng ik ook deze boodschap om u ook bij de les te brengen. Waarom? Omdat zij, die mensen die vals prediken, bekeerlingen maken die niet Jezus, de Messias van de Schrift, hebben aangenomen, maar een ander Jezus die hen is voorgesteld in dat andere evangelie. En in de ogen van God heeft zo'n persoon geen evangelie gehoord. Nou komt het grote gevaar, wat hier aan verbonden is, dat de bekeerling zelfs onbewust is van zijn dwaling en met grote vrijmoedigheid die Jezus, die aan hem is verkondigd, ook zo navolgt. En wat is het gevolg van het eindresultaat? Ik ben blij dat ik dat niet hoef te zeggen, maar Jezus zelf. Hij zegt in Matthäus 7 vers 22 en 23... Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Mensen die niet werken naar de wet van God en dat niet strikt navolgen in hun prediking. Dat zijn werkers der wetteloosheid als ze een vals evangelie verkondigen. Maar die mensen zullen zeggen, ja, maar we hebben toch in uw naam gearbeid. Jezus zegt, gij werkers der wetteloosheid. Ja? Die mensen hebben boze geesten uitgedreven. Vele krachten gedaan, genezingsdiensten. En toch zegt Jezus, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Daar heb ik er ook eens over nagedacht. Als je tot berouw en bekering komt en je gelooft in de Messias van Israël, dan ontvang je de Heilige Geest van Israël. Maar als je achter die andere Jezus aanloopt, die niet de Messias van Israël is, dan ontvang je een andere geest, de geest van de Antichrist in plaats van iemand anders. En in die naam en in die kracht doen die predikers wonderen en tekenen. Let goed op wat ik zeg. Het mag misschien wel schokkend zijn, maar u moet wakker worden. Want een goede boom brengt goede vruchten voort. En een goede boom kan nooit slechte vruchten voortbrengen. Maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Vandaar dat die mensen zeggen, ja, maar we hebben toch in uw naam. Ja, ze hebben natuurlijk de naam van Jezus gebruikt. Maar niet de gezalfde koning van Israël. Dan zegt Jezus, gaat weg, werkers der wetteloosheid. Ik ben daar heel erg van geschrokken. Ik heb er ook lang over nagedacht. Ik denk, het kan toch niet mogelijk zijn dat. En ik ging invullen. Maar Jezus is onverbiddelijk. Dus deze mensen koesteren valse verwachtingen. Op de eerste plaats verwachten zij eeuwig leven op grond van hun geloof. En ten tweede verwachten zij loon op grond van toegewijde arbeid in zijn naam. En dan moet je horen, ik heb u nooit gekend, werkers der wetteloosheid. Begrijp u nu waarom ik een pleidooi maak dat we teruggaan naar de les die we moeten leren vanuit Mozes en de Psalmen om onderscheid te kunnen krijgen wie echt is en wie onecht is. Dus hun geloof is het gevolg van de verkondiging van dat andere evangelie. Want zo voorganger, zo kudde, zo leraar, zo leerling. Daarvoor zeggen ze, laat niet velen uw leraar zijn. Want waar u altijd naartoe gaat, zo zult u worden. Want hij leidt u op. Dat is wat er staat. En het heeft een andere Jezus gebracht, die niet het eeuwige leven gegeven heeft. En ze hebben het zelf nooit beseft. Je moet als evangelist of als predikant, of hoe je jezelf ook noemen wil, goed oppassen met welk evangelie je bezig bent. Paulus gaat nog veel verder en daar schrok ik ook van, maar toen begreep ik het beter. Want hij zegt in 2 Korinthe 11 vers 4, want indien de eerste de beste, dat dus kan iedereen zijn,
Jan Rap en zijn maat, een ander Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt. Kijk, hier komt het. Een andere Jezus en een andere geest. Die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. En mijn ervaring is dat al de mensen die een andere Jezus hebben aangenomen en een andere geest ontvangen hebben, zich verzetten tegen het evangelie van het Koninkrijk van God. Het herstel van het volk Israël. Dan worden ze laaiend boos op mij als ik dat verkondig. Dat komt door die andere geest en die andere Jezus. Toen ben ik aan het zoeken geweest. Want Paulus legt nou niet precies uit wat voor ander evangelie ze verkondigen. Ja, een andere Jezus. Nou, de geest van God hielp mij toen ik ging lezen in 2 Johannes vers 9 en 11. U weet wat, die kleine brieven van de apostel Johannes. Daar staat iets in wat voor mij zo geweldig was. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van de Messias. En ondertussen had ik geleerd dat Messias betekent de gezalfde koning van Israël. Want Jezus heeft het evangelie van het koninkrijk gepredikt. En hij heeft zijn evangelie gehaald uit het Oude Testament. Mozes, psalmen, de profeten. Dat is de Bijbel van Jezus. Dat is de Bijbel van Paulus, van Petrus en al zijn apostelen. Dus Johannes zegt, wie niet blijft in de leer van die Messias, dat je hem ook herkent als de Messias van Israël, heeft God niet. Nou, als uw predikant niet Jezus verkondigt uitsluitend voor Israël, maar verkondigt voor Jan Rap en zijn maat, ongeacht huidskleur of volk, dan bent u bezig met een vals evangelie. Dan zegt Johannes, wie in die leer blijft, deze heeft zowel de vader als de zoon. Hè? Dus dat evangelie waarin jij beleidt dat Jezus de Messias is. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Heet hem niet welkom, want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werk. Moet je je voorstellen dat je een predikant hebt hè, die dat dus niet doet. En die komt jou in jouw huis en je geeft hem lekker koffie en een goede sigaar en zegt ga maar lekker zitten. En ondertussen luister jij naar zijn woorden en je hebt deel aan zijn boze werken. Dat is wat Johannes zegt. Zit ik niet te verzinnen? Johannes zegt dat hier heel duidelijk, 2 Johannes 9 vers 11. Lees het zelf eens aandachtig goed en vraag de Heilige Geest om u daarbij te helpen. Want ik verkondig geen sprookjes. De kerken verkopen sprookjes. Nee, de inhoud van Paulus' boodschap was het evangelie van de Messias als enige en ware verkondiging. Dat doe ik ook. Galaten 1 vers 12 nog een keer, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Dus niet van een professor, van een godgeleerde, van wie dan ook. Maar door openbaring van Jezus, de gezalfde koning van Israël. Door zijn geest heb ik verstaan wat het evangelie van het koninkrijk is. En dat is wat ik verkondig. Met hart en ziel. Maar dan word je niet populair. Want je verkondigt iets wat de mensen niet willen. En Paulus zegt in Handelingen 26 vers 22. Dat moet ik ook altijd zo grinniken. Ja, Paulus was toch de apostel van de heiden. Nou, niemand weet wat een heiden is. Paulus is niet gegaan naar de Hottentotten en de Chinezen. Hij is gegaan naar die verloren 10 stammen van Israël. Maar omdat die valse leraars waar heidenen staat, staat etnos dat volkeren betekent. Niet heidenen, volkeren buiten Israël. Dat is een flagrante leugen. Maar ze weten het niet. Maar ja, kent toch ook niet anders? Ik weet het wel, ondanks dat ik geen Hebreeuws en Grieks geleerd heb. Maar wel de hulp van de Geest van God. Paulus zegt, als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Nou, daar zit de kern van het evangelie van het koninkrijk. Niet zoals vandaag aan de dag, zoals er gepredikt wordt, zoals vroeger het leger des heils. Dan schilderen ze hier een mooie taart voor, dan doen ze er een paar kersen op en een beetje slagroom. En dan eten ze met z'n allen van de slagroom. Maar die taart zelf vinden ze toch een beetje, weet je, nee, het lijkt niet zo lekker. Slagroom is veel lekkerder.
Dat doen ze met het evangelie ook. Het moet makkelijk zijn, het moet aangenaam zijn, het moet ons goed doen. We moeten het buiten kunnen zeggen, hè, was fijn hè, vanmorgen. Hè? Nou, hoe laat begint de voetbal? Dat evangelie wordt vandaag verkondigd. Nee, Paulus die bouwt op het Oude Testament, meer nog, hij verkondigt het zonder iets anders te zeggen. Dus als hij spreekt over de schriften, dan is dat alleen het Oude Testament, iets anders had hij niet. Jezus ook niet, ik heb het al eerder gezegd, zij hadden uitsluitend het Oude Testament. En daarom moeten wij zelf eerst het Oude Testament goed kennen, willen wij het Nieuwe kunnen bestuderen. Wat zegt Petrus over het Oude Testament? In 2 Petrus 1 vers 19 geeft hij een mooi antwoord. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster en ge doet er wel aan er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dus Mozes en de profeten is de lamp die schijnt in een donkere plaats. De hedendaagse christen heeft ook een lamp waar ze mee lopen op een weg in een donkere plaats te schijnen, maar er zitten geen batterijen in. Dus ze lopen regelmatig in een put of lopen met hun neus tegen de muur. Zo lopen ze ook regelmatig tegen valse leerstellingen aan, omdat ze niet de juiste lamp in hun handen hebben, omdat ze dat profetische woord verachten. Dat is wat Petrus zegt. Met andere woorden, hij zegt, jullie moeten acht geven op de profetische schriften totdat Jezus weerkomt. Dus ook Petrus legt nadruk op het Oude Testament. Het spreekt dus vanzelf dat wij het Nieuwe Testament, dat toch bestaat uit de geschriften van Petrus en Paulus, niet kunnen losmaken van het Oude Testament. Juist deze apostelen geven een beter begrip door een duidelijke toelichting vanuit het Oude Testament. De volgende vraag duikt dan onwillekeurig op. Wij die geleerd hebben dat het Oude Testament alleen nog maar geschiedenis is, tijdgebonden en afgehandeld. Verstaan wij dan wel het Nieuwe Testament goed? Dat is een ernstige vraag die wij graag beantwoorden in verdere studies. Ik wilde u alleen op attent maken op de vraag die Jezus stelt als een discipel. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij is niet een algemene Jezus. Hij is de gezalfde koning van Israël die gekomen is om zijn volk Israël, de 12 stammen, verdeeld in 10 en 2 stammen, die beiden gezondigd hebben, de 10 stammen, weggezonden met een scheidbrief, lo ami, niet meer mijn volk, om die te verlossen op het kruis van Golgotha. Dat was de enige taak van de Heer Jezus. En dat is een ander, als een bond evangelie. We moeten bij de schriften blijven. Er is u ook nooit verteld dat wij als Nederlandse volk, als blanken natuurlijk, want je moet tegenwoordig goed oppassen, want we hebben hier 171 nationaliteiten, maar wij als blanke Nederlanders stammen af van een van die 10 verloren stammen van Israël, en dat is Zebulon. En voor ons is deze Bijbel geschreven, alleen voor ons. En uw verlossing ligt in deze Bijbel. Die Jezus, die gezalfde koning van Israël, is gekomen om ons als volk te verlossen. En daar kunnen we allemaal als individu op rekenen. Want God wil graag dat zijn volk wederom geboren zal worden. Nu is de aangename kans om ons te bekeren. En als wij ons als volk bekeren, zal God ons volk herstellen. Dan zijn we verlost uit alle crisissen die je maar kunt bedenken. Want Jezus komt terug om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. Om over het huis van Jacob de 12 stammen te gaan regeren. En niet over een kerk. Dus al die kerken staan binnenkort allemaal leeg. En al die predikanten en al die kerkdienaars komen allemaal zonder werk te zitten. En ze zullen allemaal horen, ga weg van mij, werkers de wetteloosheid. Dus, mijn heren, bekeert u tot de waarachtige koning van Israël. Dan
zal u behouden en zeker zijn. En ik bid u dat toe, dat God ons volk genadig zal zijn, zijn geest over ons volk zal uitstorten, zodat we een diepe berouw zullen krijgen en terug zullen keren tot de waarachtige Zoon van God, de gezalfde Koning van Israël. Hij is onze Verlosser. Hij is degene die ons gaat herstellen. Dank u, Jezus, voor deze boodschap die ik moet brengen. Nadat u dat mij op dezelfde wijze, op een hartgrondige manier, hebt geleerd. Dank u wel daarvoor. Amen.